Vandaag hebben we de opening van de Experience Room boven, waarin je kunt luisteren naar drie verhalen van drie vluchtelingen. En die vluchtelingen zijn ook hier aanwezig om juist met bakkie doen, lekker bakkie koffie, juist die verbindingen op te zoeken. Ik ben Julia, ik kom uit Oekraïne. Ja, op zoek naar veiligheid. Die veiligheid hebben we, maar er is zoveel meer aan ons dan alleen die vluchtelingenschap. We hebben het wel doorstaan en we zijn hier en we willen juist die verbinding met jullie ook opzoeken. En die verbinding moet er zijn en dat is ook wat ik mee wil geven voor vandaag en altijd. Dit is zo mooi, waar mensen samenkomen en dat verhalen verteld worden. Ik heb zin om me hier meer te verdiepen en die connectie te verbreden. Voor mij, met andere mensen, maar ook het soort voor andere Nederlanders die graag meer betrokken willen zijn. Hij zegt, nu kom jij. En hij heeft mij gepakt. Heeft een blinding gezet op mijn ogen. En hij heeft mij natuurlijk geklapt. En naar beneden gebracht. En het is 3 of 4 verdiepingen onder de grond. En je begint heel veel geluiden te horen. En die geluiden blijven ze gewoon door. Alle dagen. Ik hoor van heel ver. Vrouwen zijn aan het huilen, mannen aan het schreeuwen en ook vrouwen aan het schreeuwen en ook aan het schreeuwen en aan het smeken. De pijn stopt na 2 dagen of 3 dagen. Je voelt eigenlijk de pijn niet meer. Het maakt niet uit als ze jou gaan slaan of niet, je voelt het niet meer. Maar wat eigenlijk wel blijft, dat je alle vrouwen en kinderen blijft te horen. Jezus. Weet je, je luistert in de koptelefoon naar zijn verhaal. Wat heel intiem, het is natuurlijk een heel intiem verhaal. En het voelt intiem, want je hoort hem zo in je oren, je hoort niks anders. Je zit in deze ruimte. Hij praat over zijn schoenen, over zijn kleren. Hij zegt dat dit de laatste kleren zijn die nog naar thuis ruiken. En zijn familie moeten achterlaten. Hij was 17. En eigenlijk het verhaal eindigt wanneer hij in deze kamer arriveert. Na zo'n lange, vermoeiende, mensonterende reis. En dan kom je hier. In een kamertje van 2x2, zonder ramen. En ik wil heel graag meer met hem praten. Want dan besef je pas echt wat het betekent om een vluchteling te zijn, denk ik. Wanneer je het persoonlijke verhaal van iemand hoort, dat wens je echt niemand. Ja, en dat is ook, ik denk, deze ervaring ga je ook van, oké, stel dat ik in Nederland opgepakt zou worden, dit gebeurt er, ik maak die reis, ik kom in een compleet vreemd land en ik zit dan in dit hokje, want dat is het eigenlijk. Ja, en nu is hij hier. Zo stoer. Tering. Fantastisch. Voor jou, ik heb nu je verhaal eigenlijk gehoord van waar je vandaan kwam. Wat heel intiem voelt, ik vind het echt bijzonder dat je dat met zoveel mensen wilt delen. Want jij kwam in Amsterdam aan, toen kwam je in de AZC. AZC krijg je alleen als je jouw verblijfsvergunning krijgt. Okay. Maar daarvoor is een tijdelijke camp. Maar in de tijdelijke camp nemen ze eigenlijk jouw identificatie, jouw paspoort, al jouw spullen. Ja. En dan moet je blijven daar officieel voor 2 weken, maar eigenlijk hebben ze mij daar gezet in oude gevangenis in die tijd voor 15 maanden en dat was de moeilijkste 15 maanden? En dat wist ik eigenlijk niet, om ze durven niet ook te communiceren met jou en ze komen niet naar de camp en zeggen hey, je moet 15 maanden wachten. Nee, je bent aan het wachten en je weet het nooit wanneer word jij eigenlijk pas genomen in de procedure. Zo, je zit nog steeds aan het wachten totdat ze jou in de wachtlijst gaan ze nemen in de procedure. Je maakt een connectie met mensen die ik anders niet zo snel tegenkom.
En waar je veel over hoort in het nieuws, maar nooit echt het persoonlijke verhaal van hoort. En dat vind ik heel bijzonder om wel gewoon van mens op mens daarover te praten.